De officiële bestuursoverdracht van de Surinaamse Politiebond heeft vandaag plaatsgevonden. Raoul Hellings heeft tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering de voorzittershamer overgedragen aan de nieuw gekozen voorzitter Milando Atompay. Tijdens deze buitengewone ALV heeft de verkiezingscommissie ook de verkiezingsuitslag officieel gepresenteerd. Door gewezen penningmeester Sergio Gentel is er eveneens verslag gedaan. Scheidende voorzitter Hellings ziet zijn periode als voorzitter ontzettend positief en is zeer tevreden over de resultaten die het toenmalig bestuur heeft weten te bewerkstelligen. Uiteraard, we hebben vanaf het begin de mensen ook aangegeven dat dat geen fairy tale story zal zijn. En we hebben de mensen ook voorgehouden dat datgene wat in de afgelopen 100 jaar verkeerd is gegaan, binnen zowel die Surinaamse Politiebond als die politieorganisatie Korps Politie Suriname, niet binnen een handomdraai rechtgezet zal worden. Maar dat wij in ieder geval de aanzet zullen geven en voor de tijd dat we nog binnen die politieorganisatie zitten, dat we ervoor zullen waken dat we geen stap terug doen. En dat wil zeggen dat we gaan voor daadwerkelijke belangenbehartiging en dat we erop gaan toezien dat de zaken waar de leden van de politiebond aanspraak opmaken, dat die zaken daadwerkelijk verwezenlijk worden, niet alleen, maar dat de werkgever niet gaat tornen met of gaat zollen met onze rechten. De nieuw gekozen voorzitter Atompay geeft aan dat hij en het gekozen bestuur gewoon doorgaan met wat het vorig bestuur tot 95% heeft weten te realiseren. Het nieuw bestuur wil gaan voor behoud. Wat wij nog willen realiseren, ik zeg ik ga voor behoud, omdat je kan vandaag rijk zijn, dan heb je morgen niets. Dan slaap je morgen over straat. Wat wij nu hebben, gaan we moeten behouden ten koste van alles en met ons allen. Zaken als een menswaardige dienstrooster moeten we behouden. Uitbetalen van overuren moeten we behouden. Onze eigen loonreeks moeten we behouden. Goed verdienen moeten we blijven, moeten we behouden. De scholingen bij de politie, wat het nu is, moeten we behouden. En we gaan sowieso voor een betere scholing bij de politie. We gaan samen met de regering zij aan zij vechten voor het opzetten van een politieacademie waarbij opleidingen in januari van jaarlijks in oktober van start gaan. Begrijpt u? Waarbij het een betaalde opleidingen moet zijn en waarbij niet alleen politiemensen worden opgeleid en dat we daarmee ook het tekort aan politieambtenaren kunnen oplossen. Omdat mijn mensen ook kapot gaan aan het systeem van te veel overwerk. We zijn wel blij met overwerk, maar geen 200 zoveel overwerk per maand. We gaan dood en daarom gaan de meeste van de mensen na hun 60ste gelijk dood. Naast de plechtigheden van de bestuursoverdracht is er een soft launch gedaan van het gerenoveerde gebouw van de Surinaamse Politiebond aan de Zwartenhovenbrugstraat.